Hallo iedereen. Wat een rare tijd is dit toch, hè? Voor mij ook hoor. Het is, ja, aan de ene kant ben ik ontzettend blij dat het wat rustiger is. Want ik had het redelijk druk. Ik had heel veel cliënten en ook huisbezoeken. Ook allerlei lezingen. Dus eigenlijk kom ik helemaal bij. Ik heb nog wel wat Skype-consulten van mensen die echt ongerust zijn. Hoe het allemaal gaat aflopen. Dus, maar langzamerhand begin ik lekker helemaal in allerlei leuke series te zitten op Netflix. En ik heb heel veel contact met mijn vrienden en vriendinnen. Dus het gaat hier eigenlijk prima. Wat ik ga doen is per keer een kwartiertje opnemen. En ik hoop dat jullie erbij zitten, dat weet ik niet. Maar ik ga het een beetje op aanvraag doen, dus nummer 1, nummer 2 die als eerste waren, daar begin ik mee en daarna verwijder ik dat, die vraag, anders dan doe ik het misschien wel 2 of 3 keer dezelfde. Nou, ik hoop dat jullie erbij zitten en anders dan kom ik morgen met 3 of 4 filmpjes, zodat iedereen aan de beurt komt. Ik begon met een hele droevige, die is van Lies Venna Laanmeijer, die zegt, mijn kinderen willen me al jaren niet meer zien. Zou daar nog veranderingen in komen? Toen ik dat las, kreeg ik echt een enorme, zware shock. Want hoe erg is dit? Ik heb zelf ook kinderen. Ik zou echt helemaal gek worden als ze zouden zeggen tegen mij, ik wil je nooit meer zien. Maar Lies, ik heb